Huntelaar. Goeie bal. Sarpong. En daar gaat hij. En dan kom je wel, dan ben je vroeg volwassen dat het misstaat gezien de wedstrijd om daar al te veel ophef van te maken van het doelpunt. Hij viert zijn eerste Europees doelpunt voor Ajax ingetogen. Zou jij iets zien in een soort van salarisplafond? Nou, dat zijn allemaal regels die je dus kan verzinnen. Alleen dat heb je ook in Amerika gezien met die basketbalploegen. Dat uiteindelijk krijg je dan weer allemaal via de commercie of via sponsoring. Krijg je dat die salarissen allemaal weer worden gecompenseerd. Dus dat heeft nou ook weer niet zo heel veel effect gehad, denk ik hoor. Ja, je moet kijken in hoeverre dingen zinvol zijn, goed zijn en ook realiseerbaar. Ja, wat ze in Amerika hebben is ook een soort van systeem, een soort van ruil. Ja, op het moment dat je laatste wordt, mag je als eerste weer kiezen voor nieuwe aankopen. Ja, maar dat is zeg maar zo ver van hoe wij in Europa gewend zijn te werken. Dat gaat weer te snel en te veel naar de andere kant. Kijk, de Amerikanen die maken een competitie en die zetten dan vervolgens clubs in. Nou, wij hebben hier clubs die samen een competitie maken. Nou, ik denk niet dat je van het ene uiterste in één keer naar het andere uiterste moet. Alleen je moet wel kijken in hoeverre dus de competitie tussen zeg maar die 18 clubs, want dat is ook iets, in Engeland heb je 20 clubs en in Portugal heb je 16 clubs. Daar moet ook een soort gelijkheid in zitten. Allemaal 18 clubs bijvoorbeeld, of allemaal 20 of allemaal 16. En ook allemaal dezelfde bekercompetities. Nou, op het moment dat je dat hebt, dan krijg je ook alweer wat meer gelijkheid in allerlei zaken. En dan krijgt een land als Luxemburg het vrij lastig volgens mij als ze 18 profclubs moeten... Nou, je hoeft niet 18 profclubs te hebben, want het is niet een verplichting om profvoetbal te spelen. Maar je moet wel in je hoogste klasse, moet je de 18 hebben, want dat gebeurt in alle landen bijvoorbeeld. Okay. En ik bedoelde net met de ruilhandel die ze in Amerika hebben. Als wij voor Ajax verkoopt Klaas Jan Huntelaar aan Madrid, dan zouden wij eentje van Madrid terug moeten krijgen. Zo'n systeem hebben ze in Amerika. Weet ik niet. Nee, maar goed. Wat krijg je terug? Nou, ik zit net te denken aan die andere, dat op het moment dat je zegt van nou je hebt 18 clubs en daar moet je dus, het houdt in dat je 34 wedstrijden moet spelen. Je kan ook zeggen, doordat je in een ander land zit, de hoogste divisie moet dus 34 wedstrijden spelen. Want als jij inderdaad 18 clubs moet hebben waarvan er uiteindelijk 6 gewoon helemaal niet voldoen aan het niveau, dan kun je zeggen nou goed, je probeert dusdanig competitie te maken zodat ze in ieder geval op die 34 wedstrijden komen. Want het aantal wedstrijden geeft ook weer aan hoeveel inkomsten er zijn. Nou, en zo moet je zeg maar, de landen bij elkaar zien te krijgen. Dus bijvoorbeeld ook de televisieinkomsten, die moeten dus ook op een gelijke manier worden verdeeld. Ik begrijp dat de televisieinkomsten in Duitsland, die zijn groter omdat het een groter land is, dan bijvoorbeeld in Nederland. Maar goed, als er in Duitsland 2 of 3 clubs zijn die hoofdzakelijk al het geld van de televisierechten naar binnen krijgen, dan is dat alweer scheef ten opzichte van in Nederland waar je zegt van nou, je moet het met z'n 18e verdelen. Nou, dat zijn allemaal dingen die dus eigenlijk Europees gelijk getrokken moeten worden. Dat je zegt van goed, alles wordt door 18 clubs verdeeld. Bang, Engeland hetzelfde, in Duitsland hetzelfde, in Italië hetzelfde. Want nu zie je dat dus, dat is allemaal scheef. Eén competitie die deelt het door 18 en die andere door 20. En die andere doet het hoofdzakelijk met 3, 4 clubs. Want die zeggen, ja, wij zijn de belangrijkste. En zo krijg je allemaal scheefgroei. En wat voor termijn zie jij zoiets? Dat weet ik niet. Ik ben daar niet voor. Ik kan mijn mening geven. En dat heb ik al vaker gedaan. Ik heb ook een keer met Platini erover gesproken. Maar die zegt, ja, ik kan niet de Franse competitie vanuit de UEFA op die manier beïnvloeden, want die zeggen, ja, wij doen hoe wij het willen, wat wij denken dat het beste is voor de Franse competitie, voor het Franse voetbal. En zo hou je dus overal een aparte competitie en geen gelijkheid. Toch zou je denken dat de UEFA een vrij machtig orgaan is? Dat is dus niet zo in deze. Ja, Kluivert, ja! Kluivert, Edo! Voor Ajax! Patrick Kluivert. Maar hij is wel sterk, de jongeling die overeind blijft en dan met het puntje van de schoen raakschiet. 1-0 Ajax.